En ik wil je nog iets meegeven voor vandaag. Ik ben op dit moment aan het lezen in dit boek. The Slight Edge. Het kleine ding wat het verschil maakt. Of niet. En verwacht een uitgebreid review van dit boek. Binnenkort, want ik heb het nog niet uit. Maar ik wil je vast één ding meegeven. In het boek heeft de auteur Jeff Olson het over de kleine stapjes die je iedere dag moet doen die uiteindelijk op de lange termijn het verschil maken. In financiële zin, in gezondheid, op elke manier. Als je elke dag op je één gebied 1% verandert, verander je 350% op jaarbasis. Dat is ook waar James Altucher over praat. Of dat hij doet elke dag 1% verbeteren op verschillende gebieden. Maar één onderdeel wil ik je nu vast over vertellen. Omdat ik dat mooi vind en weer een goede gewoonte vind om op te pakken. En dat ben ik dus weer begonnen de afgelopen dagen. En ik merk nog niet het verschil. Dat is logisch, want daar gaat het hele boek ook eigenlijk over. De stapjes die je onderneemt elke dag, die zijn zo klein dat je het verschil eigenlijk niet merkt. Dus ook snel geneigd bent om niet te doen. Dat doet dus ook 95% van mensen doet het dus niet. Begin aan iets, een dieet. Aan fitness, aan verandering. En merken in een korte tijd geen verschil en stoppen weer. En dit verhaal gaat dus over dat je dit een lange tijd volhoudt, volhardend bent. En na een jaar, 5 jaar, 10 jaar, dan duidelijk ziet waar het vandaan kan. Dat ene moment waarop jij begonnen bent om die kleine stapjes te nemen. Bijvoorbeeld elke dag oefeningen doen van 7 minuten. Iedere dag opnieuw, waardoor je na verloop van tijd zelf merkt dat je fitter wordt. Maar als je de oefening 1 dag doet, merk je geen verschil. Oké, we gaan terug naar dat waarvan ik zei, daar gaan we het vandaag over hebben. Deze kleine stapjes gaat over meer geluk in je leven, gelukkiger worden. Kleine stapjes waardoor je merkt, uiteindelijk na verloop van tijd, dat je gelukkiger bent geworden. Doe je het 1 dag, merk je geen verschil. Doe je het 2, merk je verschil, ook 1 week niet. Maar die stapjes zijn zo klein, uiteindelijk boeken ze resultaat. En dit zijn de stapjes naar gelukkiger worden. 5 dingen die onderzocht zijn, die je het beste kunt doen, niet door dus auteur in dit geval, maar heeft hij overal met een ander boek, waardoor je gelukkiger wordt. De 5 elementen. Nummer 1. Schrijf 3 dingen iedere dag op waarvoor je dankbaar bent. Nummer 2. Schrijf 2 minuten per dag over een positieve ervaring van die dag. Nummer 3. Mediteer dagelijks. 2 minuten is genoeg, mag meer. Nummer 4. Doe een willekeurige actie waarin je aardig bent voor een ander. Bijvoorbeeld stuur een e-mail aan iemand waarin ze bedankt of een kaartje. En nummer 5. Doe 15 minuten oefeningen iedere dag. En de oefening bedoel ik de beweging. En dat waren ze. 5 dingen. Ik heb dit in een lijstje gevormd van mezelf in Google Keep. Elke dag kopieer ik het lijstje, zet ik een datum erachter. En ik vink af wat ik heb gedaan, zodat ik weet of ik op trek ligt. En een van de dingen die ik op dit moment nog niet doe, is iedere dag mediteren. Daar werk ik aan. Ik weet dat het goed is. Ik zie eigenlijk zelf dat het hardlopen is of mediteren is voor mij, maar dat telt niet. Mediteren is toch wat anders. Dus daar werk ik aan. Maar deze elementen volg ik iedere dag. Laat me weten, doe jij ook wat van die elementen? Doe ik wat van die elementen? Helpen ze mij? Ik hou je op de hoogte. En ik vertel je binnenkort zeker meer over het boek, want ik ben denk ongeveer halverwege nu. Zodra ik het uit heb, vertel ik je meer over de Slight Edge. Wat in ieder geval opvalt is dat de auteur, ik denk wel 20 keer per woorden gebruikt wat hij met 1 woord kan zeggen. Dus als je denk ik zo'n 5% van het boek leest, begrijp je het ook al. Ik wil toch de elementen lezen, ook de herhaling heeft natuurlijk zijn kracht, dat je daardoor leert. En zeker aan het einde geeft hij ook handvatten hoe je dat moet doen. En daar ben ik nog niet, dus daar lezen we rustig naartoe. Ik hou op de hoogte. Dankjewel voor het kijken. Vond je het interessant? Denk ik, ik wil ook deze techniek gebruiken. Doe dit. Je kunt altijd abonneren hierboven. En ik zie je graag morgen weer. Ja.